Een kunstvorm waar iedereen wel ervaring mee heeft, dat is wel de dans. Maar er je beroep van maken en professioneel ermee bezig zijn, dat is voor minderen weggelegd. Laten we nou iemand naast me hebben zitten die daar zijn beroep van wil gaan maken. En dat is de Valkenburger, Jeroen Jansen. Welkom. Welkom hier in Ringen. En jij bent een jongen, nog vrij jong. Mm-hmm. En jij hebt besloten er eigenlijk van dans jouw beroep te gaan maken. Inderdaad, inderdaad. En wanneer is dat eigenlijk begonnen? Dat je denkt, in dans wil ik mij verder gaan specialiseren. Ik denk dat het sinds, 5 of 6 jaar geleden dat ik zoiets had van oké, ik heb kwaliteiten en ik heb al bepaalde training gehad. Dus ik denk dat ik vanaf toen wel al een beetje in de gaten kreeg van oké, het kan, het is mogelijk. Mijn lichaam laat het toe, ook een heel belangrijk punt van dans. Ik bedoel, als je de mogelijkheden niet hebt, dan is het eigenlijk al afgeschreven. En je bedoelt ermee dat je een bepaalde spierspanning of een spiervorming moet hebben? En het kan zijn dat je lichaam of de druk niet aan kan, omdat het toch wel heel veel training nodig heeft. Op en heel veel kracht en op de gewrichten inderdaad. Dus als je eenmaal weet, oké, dit zit allemaal goed, dan kun je je verder gaan specialiseren. Dus ik denk dat het sinds toen eigenlijk puur uit plezier en puur uit hobby kwam. Dus nog niet zozeer heel professioneel. Toch dat je daar dan verder wil. Ja, want zeker. Wanneer is je eerste danservaring geweest? Want ik denk op de lagere school met schoolverlaters of het... Toen ik in groep 8 zat, dus dat is toch al, ik denk 7 jaar geleden ongeveer, 6 jaar geleden. Toen kwam er een hip-hop dansdocent die een workshop kwam geven. En dus dat was in het laatste jaar. Op de lagere school, groep 8, ja. En toen zei hij, oké, ik zie dat je mogelijkheden hebt om... om te dansen. En toen dacht ik van oké, ik bedoel, wat is dat? Zag toen al die leraar. Hij zag het inderdaad, voordat ik het zelf in de gaten had. En sindsdien is dat eigenlijk steeds meer gaan rollen. En toen ben je eigenlijk hier in dansclubjes gegaan? Ja, inderdaad. Ik ben begonnen met streetdance, hip-hop. Heel veel hip-hop toch nog gedaan, uiteindelijk. Dat zit nog steeds wel heel diep in van mij. Ja, toch wel, inderdaad. Ja. Okay. Dus eigenlijk is het vanuit daar een beetje tot stand gekomen. En dan denk ik dan toch wel dat je dan daar verder in gaat. Hoe is de opleiding? Wat moet je daar nou voor doen eigenlijk? Wil je verder gaan? Ja, ik zit dan nu in het eerste jaar van het HBO, bacheloropleiding in Rotterdam. CODAUTS is de naam, Hogeschool voor de Kunsten. CODAUTS. CODAUTS. Ja. En dat houdt in dat ze je zo breed mogelijk proberen op te leiden. Dus je krijgt elke dag ballet, 2 keer of 3 keer in de week modern en improvisatie en jazz. Dus ze proberen je eigenlijk zo breed mogelijk op te leiden, zodat je eigenlijk overal inzetbaar bent. Dus dat is het, dat is heel erg belangrijk. Ja, dat zit je nu maar van tevoren eigenlijk. Er zijn toelatingsexamen. Ik denk klopt. Zomaar niet op die bachelor, de HBO opleiding kunt komen zonder... al voor oefeningen? Het is vooral dat je... zij moeten heel veel potentie in je zien. Het hoeft niet te betekenen dat je al kan dansen. Dus eigenlijk door hun ervaring en hun professionaliteit kunnen ze toch wel uit iemand iets zien ze van oké, ik zie potentie. Dus dan heb je ook een kans om aangenomen te worden. Ja. Natuurlijk maakt het wel iets makkelijker als je toch al... toch al bekend met bepaalde stijlen inderdaad. Ja. Nou, gaan we eventjes onderbreken en gaan we eventjes kijken naar de kunst in Valkenburg. Tot zo. We staan hier in het centrum van Valkenburg, in het mooie Odepark, het hartje van Valkenburg, bij de fontein, met een mooi kunstwerk. Het kunstwerk staat hier sinds 1976 en is van kunstenaar Thomas Roder. Het heeft geen specifiek thema. Het straalt ook van veel uit. Als ik er uitleg aan mag geven, denk ik, het water komt aan alle kanten van de fontein. En dan denk ik, misschien vertegenwoordigt dat wel de veelzijdigheid van Valkenburg. Het water, de geul loopt hier vlak langs, dus het is wel een hele mooie combinatie. Deze plek is een mooie plek om rustig te gaan zitten, hier bij het water, weg van de drukte, weg van het verkeer en genieten van dit mooie werk. Het is de moeite waard. En na het zien van dat kunstwerk gaan we weer eens terug naar jou en de dans. Je hebt dus nou inderdaad, je zit nou op die HBO dansopleiding. Het is blijkbaar, hoeveel dansscholen zijn er in Nederland? Uh,
in totaal professionele HBO-dansopleidingen ligt tussen de 4 en 5. Dus het is niet heel veel, maar het is wel heel gespecialiseerd. Dus elke school eigenlijk behandelt een ander gedeelte. Dus het is maar net wat eigenlijk heel dicht bij jezelf ligt. Dus had je dus nog niet in Rotterdam gezeten, maar naar Amsterdam bijvoorbeeld... Precies. Dan kreeg je een hele andere soort opleiding. Dan was het... De basis blijft wel altijd hetzelfde. Ja. Dus het blijft heel breed en het blijft heel, heel divers. Maar het is vooral de insteek en de gang van zaken die in een school gewoon heel anders zijn. Het lijkt me dan ook wel dat het vrij internationaal is. Wat voor nationaliteiten zitten er bij jou in de klas? Momenteel zitten we met 8 of 9 Nederlanders. En de rest komt uit Italië. We hebben 1 iemand uit Taiwan. We hebben een Canadees. Poolse, Russische mensen. Dus het is wel ook heel interessant om, met die mensen te werken. Om natuurlijk ook met zoveel mensen uit de hele wereld te komen eigenlijk. We vragen meestal de kunstenaars of de mensen hier om iets mee te brengen vanuit hun... je brengt jezelf mee, dus je kijkt. Ja. Maar je hebt toch iets meegebracht en dat zijn jouw balletschoenen. Mijn balletschoenen, inderdaad. We dachten, die komt met de spitsen aan, maar dit zijn geen spitsen. Nee, ja, de spitsen die zijn uit origine komen die vanuit het ballet, vanuit het traditionele ballet. En dat is bedoeld voor vrouwen en mannen die dansen of op blote voeten of op de balletschoenen. Dat is eigenlijk puur een cultureel ding en dat staat eenmaal geschreven. Dat is een, want uit traditie is nog altijd de man degene die de vrouw draagt. Of precies, en de spitsen die zorgden eigenlijk voor dat de vrouw iets lichter is en voor de verfijning van de vrouw. Dat geeft het beeld van de vrouw ook heel goed weer. Die zijn al goed gebruikt, zo te zien. Hoe oud zijn die al? Heb je die al op de kindzijde meegenomen? Die zijn 2-3 weken zijn ze inderdaad. Dus, die zijn 2-3 weken? Ja. Nou, dus ik denk dat dit al genoeg zegt over de intensiviteit van de opleiding. Ik wou je zeggen, dat lijkt bijna dagelijks te moeten gebruiken. Ja, we zitten nu, is het meestal dagelijks ongeveer 4 tot 5 uur dans per week. En dat kan later in het jaar wel nog, of per week, sorry, per dag. Ja. En dat kan nog iets meer worden later in het jaar, ja. Is het nou zo dat jij door die opleiding doen ook bepaalde bewegingen of sporten niet mag doen? In verband met blessures of kwetsuren van gewrichten of botten? Ze hebben me niet... Ze verbieden niks. Nee. Maar ook uit zelfstandigheid en weten wat wel en niet kan... weet je natuurlijk wel of je bepaalde dingen bijvoorbeeld wel kan doen... of bepaalde dingen niet kan doen. Dus ze verbieden in principe niks. Maar je kan er zelf wel met gezond verstand bij nadenken... wat wel en niet kan. Ja. Heel vaak wordt gevraagd, want het zijn niet zoveel jongens die dansen... Mm-hmm. Van, het is een beetje een vrouwelijk beroep. Zijn het vooral de iets vrouwelijke mannen die gaan op... Dat is een hot topic, om het zo maar even te noemen. Dat is toch wel iets wat heel veel besproken wordt. Ja. Ja. Als je er eenmaal in zit, kan ik wel vertellen dat het eigenlijk... absoluut gewoon het tegenovergestelde is. Echt? Want we zitten nu, ze proberen dus de klassen te verdelen in 15 en 15. Dus we hebben evenveel jongens als meisjes. Oh, ja. En dat zijn net zo goed jongens als voetballers dat kunnen zijn of andere mensen dat kunnen zijn. Het is alleen soms voor bepaalde mensen onwennig dat een jongen danst. Danst of een jongen zich... Misschien heeft het ook wel iets te maken met emoties uiten of zo dichtbij want iemand komen. Want het is komen. Je laten zien. Hè? Het is echt... Het is heel puur. Want kijk, als je bijvoorbeeld een muzikant bent, dan heb je en je instrument en je lichaam. Maar met dans is het alleen puur je lichaam. En dat kan heel confronterend zijn. Ja, voor sommige mensen is dat nieuw. Ja. En kan ik de reactie begrijpen? Okay. Alleen kan ik daar wel natuurlijk... Waar zie je je over 10 jaar? Oei. Het dansberoep blijft natuurlijk heel onzeker. Dat is één ding wat vaststaat. Ik bedoel, er kan altijd iets gebeuren. Maar stel nou, het loopt allemaal. Welke ballet? Het klassieke ballet of meer de klassieke modellen? Ballet trekt mij iets minder. Maar vind ik wel heel interessant en goed om je lichaam te trainen als basis. Ik denk toch wel iets meer de moderne contemporary kant op, inderdaad. Ja, dat lijkt me het meest interessante. Ja. Dan zullen we kijken over 10 jaar waar je staat. In ieder geval bedankt voor je uiteenzetting. En heel veel succes in je opleiding en je carrière. En zo dadelijk de tip van de week weer. Clementine Groenendijk is een kunstenares die als thema dans, de schoonheid van het lichaam en de spierkracht als thema gebruikt in haar schilderijen.
haar werken en van haar man Loek Groenendijk zijn te zien tot en met 5 december 2017 in het ECR Domein Kouwberg.